De Tros moet nu al een voorselectie maken uit 450 ingezonden nummers. En elke act heeft zo zijn eigen pluspunt. Een van de inzendingen, Vincent, heeft al de nodige songfestivalervaring in zijn broekzak. Ik heb daar zoveel aan overgehouden. Brandy weet in ieder geval al wat winnen is. In 2009 zegevierde zij in de Popstars finale. Gefeliciteerd, jij bent vanaf nu officieel de nieuwste popsensatie van Nederland. Ik ben niet echt een trosmeisje, dat weet ik. Maar muziek is ook niet echt van de Volendamse genre. Wellicht moeten we ons succes dan ook wel zoeken in Brabant. Ja maar hey, ja maar hey, ja maar hey, ja maar hey, ja. Ik verwacht eigenlijk wel dat het ook als het liedje niet uitgekozen wordt voor het Songfestival, dat we er toch een dikke hit mee gaan scoren. Of is het internethit Geronimo die de eer van ons land gaat redden? Alle vier de inzendingen denken goed te weten hoe ze Europa voor zich moeten winnen. Deze keer is het een beetje richting UB40 van vroeger. This is your day, dat heeft een We Are The World gevoel. YouTube is er één persoon begonnen met, hey, we moeten hem naar het Songfestival sturen. Vervolgens zijn er echt honderden reacties op gekomen van, ja, we moeten dat doen en dit en dat. Zeker in de gay scene, in de homo scene ben ik wel een beetje bekend, ja. Ze zullen toch eerst het Nationaal Songfestival moeten winnen en de concurrentie is groter dan ooit. Gordon en LA The Voices, natuurlijk ken ik ze, ik ken Angie Montero, Jan Veen. Ik vind dat juist heel erg leuk, ik vind het wel een behoorlijke uitdaging. Het zijn eigenlijk allemaal mensen die wat ouder zijn, dus ik denk dat ik een leuke, spontane, jonge, frisse, fruitige wervelwind door de zaal in kan gooien. Bij de Tros kijken ze nog niet zo ver vooruit, die zijn nog hard bezig om al die 450 nummertjes eens rustig te beluisteren.